Oké, dit is dus heel anders dan ik ga verwachten. Ja. Oké. Als eerste, heb je ooit... Waarom? Heb je ooit zulke frietjes gezien? Wat is dit? Oh my god. Ja. En dit is... Wat is dit? Kaas? Dit is Parmezaanse kaas. Dit is kruiden. Nee, korrels. Oeh, de rozemarijn. Oh, het ruikt echt super lekker. Heerlijk. Oké. Maar jouw pasta ziet er zo raar uit. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Oh, wat is het? Het lijkt op lasagneplaten. Het is ravioli. Oh. Oh my. Oeh. Oh my god. Oké. Ik hou hem nog even dicht. Maar oké. En jij hebt een burgertje. Een burgertje. Ja. Oh my lord. Wow. Check hoe mooi. Dit is echt Jamie Oliver. Jamie Oliver. Sweet baby Jesus. Hey jongens, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een mukbang samen met Daphne. We hebben eten besteld bij Jamie Oliver hier in Rotterdam in de markthal. Daphne heeft een vega burger. Ik heb pasta. En we hebben wat frietjes, maar het is allemaal anders dan we hadden verwacht. Maar dat maakt niet uit, we gaan gewoon lekker eten. Ik denk dat het super lekker gaat zijn. Oh my Dit ziet er zo lekker uit. Ik wil het eten. Ja, ik ook. Maar we moeten eerst bestek. Ik ga eerst even bestek voor jou halen. I'll be back. Girl, I'm in love with the thought of you. Alsjeblieft. Thanks, babe. Let's do this. Jamie Oliver. Ik heb dus ravioli met paddenstoelen. Ik ruik spinazie. Ja, ik ruik ook al spinazie. Maar ik hou niet van spinazie, dus dat is top. Ik denk niet dat het erin zit hoor. Maar dit is ook heftig hoe we dit uit deze bak gaan eten. Maar dat maakt niet uit. Ik ga het gewoon proberen. Oh my. Ik ga het even afschudden, denk ik. En wat voor burger heb jij dat? Ja, dat weet ik niet meer. Want ik weet nog dat je zei... Veggie. Huppelpupte nog. Kikkererwten. Kikkererwten. Ik heb alleen onthouden dat er huttenkaas op zit. En dat vind ik altijd wel super lekker. Ik wil eigenlijk eerst zo'n frietje. Oeh. Ja, is het fijn? Oeh. Yes, I like it. Jamie, you did it again. Niet dat hij erbij was, maar dat maakt niet uit. Oeh, ga je het gewoon hier eroverheen mikken? Ja, joh, pleur er ook kaas. Zoveel mogelijk kaas. Wat? Oh, Jamie. Wij zijn allebei een beetje verliefd op Jamie Oliver. Wie niet? Al sinds 100 jaar. Ja. Maar kijk jij ook wel eens gewoon... Ja. Gewoon zijn kookprogramma op YouTube. Ik ga daar zo lekker op. Ik vind het zo leuk om te kijken. Hij is fijn. We gingen ook net mukbangs aanzetten. En pasta mukbangs. En... Oh, wauw. Yeah. That's a lot, honey. That is a lot. Maar we gingen dus allemaal mukbangs kijken. En Oh, ik had eigenlijk ook wel mis van mijn Het was heel satisfying. Mm. Ik ga het gewoon met mijn klauwen eten, dit. Ja, goeie. Ik ga het gewoon een beetje dippen in die rozemarijn. Ik ben heel benieuwd hiernaar. Dit was dus de frietjes met rozemarijn en parmezaan. En je kon ook voor knoflook kiezen. Maar wij kozen voor parmezaan. En ik ben heel benieuwd. Oh. De binnenkant is ook gevuld, volgens mij. Waarmee? Aardappel volgens mij gewoon, hè? Ik weet niet. Het lijkt smaakt lekker. Het is wel echt heel lekker. Dit is zo lekker. Het is echt heel lekker. Maar het lijken inderdaad niet de frietjes die we hadden verwacht. Nee, ik dacht dat het gewoon normale frietjes zijn. Gewoon normale frietjes. Ja. Maar, ach, dat zei dan maar zo. Oh. Oh my god. Ik denk dat ik dit zelfs beter vind dan normale friet. Gewoon voor de afwisseling. Ja, het is wel een keer leuk. Ik wou dus voor mijn verjaardag wou ik misschien bij Jamie gaan eten. Maar mijn moeder die wou niet in de markthal zitten. Dat vond ze dan weer zo'n hok, zei ze. Mm-hmm. Ik vind de markthal altijd wel leuk. Vooral als je bij Jamie gaat, dan is het echt aan de zijkant. Ja, dat is aan de zijkant. Bij die en dan heb je helemaal niet door dat het dat je in de markthal zit ofzo. Ik ga alleen de markthal in als ik heel veel zin heb in... Ik kan het nooit uitspreken. Baklava of baklava? Baklava, wat is dat toch? Ik denk baklava. Baklava of baklava? Ik denk baklava. Maar ik ben geen... Je kan echt super cheap kan je baklava kopen in Marsal. Dat is echt lekker. Ik ga er altijd doorheen als ik toch aan de andere kant moet zijn. Ik vind het gewoon altijd leuk om even doorheen te gaan. En je kan daar plassen. Dat is ook top. Waar wil je plassen? Ja, wel 1 euro. Kost 1 euro om daar te plassen.
Smoke deur. Je hebt ook meteen een groot stuk gepakt. Ja. Anyhow, we gingen dus net mukbangs kijken. Maar ik ben altijd een beetje gefascineerd door mukbangs. Omdat basically... Kijk, bij mij, mijn mukbangs, daar praat ik heel veel in. Alleen de echte mukbangs, daar wordt gewoon niet in gepraat. Dat is zo heftig. Er wordt gewoon alleen maar ingegeten. Mm. Oeh! Mm. Is het lekker? Mm. Is dat een goed antwoord? Mm. Mm. Ik heb dat over alles. Oeh, ik heb echt nu kruiden in mijn mond dat ik denk... Hallo? What is this? Oh. Wat deden wij nog meer allemaal in de les op het grafisch? Jij keek Barbie films. Ik had echt een periode dat ik naar school ging en dat ik echt gewoon een tas vol met zooi meenam om mee te werken. Hmm. Allemaal spulletjes en dummies en verfspullen en zo. Yeah. En heel veel shit en eten. Mm-hmm. En dan zat ik tussen jullie en dacht ik, oh, dit is dé plek om inspiratie te hebben en om lekker te werken. Eindstand zat ik heel de dag The Walking Dead te kijken of zo. Ja, kijk, The Walking Dead altijd. Altijd, ja. Dat weet ik. Wat deed ik? Ik weet het niet meer. Mm. Jij en Dani hebben ook een poosje Glee gekeken, toch? Oh ja, nee, dat was alleen Dani. Oh. Want ik had geen Netflix op school toen nog. Wat deed jij dan? Ik heb geen idee. Ik weet het niet meer. Ik weet het ook niet meer. Nou, sowieso, we deden nooit wat we moesten doen. Nou. Ever. Maar gelukkig kon dat toen. Ik mis Damien. Oh. We hadden één leraar op school en... Damn. Op een gegeven moment werd het een soort van een grap. Yeah. Het is echt een beetje een grap. Het werd een beetje een grap inderdaad. Het werd een beetje een grap dat iedereen zogenaamd zo ontzettend verliefd was op Damien. Yeah. Dus iedereen zat altijd elkaar op te f***en over Damien. En Snapchats te maken en dat soort dingen. En ook nog in een vlog van ons komt hij ook nog langs. En dan komt hij in slow motion langs helemaal met de, oeh, I'm too sexy for my shirt. Die muziek erachter. Ja, is leuk. Neem maar omdat het Damien is. Ik vond die ene wegwerpcamera foto van jou zo leuk. Ik had een wegwerpcamera foto gemaakt. Oké, vertel dit vrouw. Ik ga stuk. Oh, we hadden de diploma uitreiking. Ik vond jou trouwens zo lauw. Lotte, zeg maar echt. Het is alles of niets. Dus ze komt of gewoon met haar slaaphoofd zonder make-up komt ze naar een diploma uitreiking. Of ze is gewoon full glamour, smoky eye, alles on point gewoon. Ja. Snap het niet. Like, there's no in between. Nee. En jij besloot gewoon met je slaaphoofd, zonder make-up, gewoon naar de diploma-uitreiking te gaan. Ja. Yeah. En toen had je een wegwerpcamera bij. Ja. Yeah. En eindstand had je een foto gemaakt van een groep mensen. En ik had gewoon letterlijk gezegd, ik stond daar en ik had die wegwerpcamera-foto. En wegwerpcamera heb ik trouwens ook bij me moeten straks even een foto mee maken. Mm. En ik liep gewoon random mensen bij elkaar. En ik zag Damien ook staan. Dus ik dacht, lol, die gaan we er ook even bij vragen. Ik zeg, Damien, kom ook. Zo, anders gooi je even je burgertje neer. Maar, dus IJsland Damien kwam erbij. En IJsland, die foto was afgelopen. En ik zie Daphne. En jij had een grijns op je harsjes. Maar hij deed dan ook echt dit. Toen jij zei, Damien, kom even een foto maken. Hij ging niet leuker naast staan. Hij deed dit. Die man zat gewoon met zijn gezicht tegen mijn gezicht aan. Nou, Daphne had het niet meer. Toen IJsland was, die had ik die foto laten ontwikkelen. Had ik gestuurd naar Daphne. Wat doet Daphne? Het was gewoon een groepsfoto met allemaal mensen. Zei ik alleen maar Damien en haar. Gewoon alleen maar dat kleine gezicht. Die twee kleine gezichtjes eruit gehaald. En als WhatsApp profielfoto gezet. Kan echt niet. Ik kreeg zoveel reacties van mensen. Wie is die man? Mijn moeder, is dat je vriend? Is dat je vriend? Mijn moeder zei, dan mag je wel mee thuiskomen. Mijn moeder zat ook, ja. Nee, ik vertelde aan mijn moeder dat het een soort van de grap was. Dat wij, dat... Dat iedereen verliefd was op Damien. Mm-hmm. Alleen mijn moeder, ik weet niet waarom, maar zij denkt soms volgens mij nog steeds dat ik een soort van 14 jaar ben. Dus zij zei, oh ja, al die meiden met hun hormonen. En ik zat echt zo, wat? Dat is echt... Man. Wat? De helft is echt al 25. Chill hem even. Oh my. Maar ja. Whatever. Was leuk. Was leuk. Ik vind het een schattige... Shit. Weet je wat ik vind van deze bakjes? Ik vind het schattig. Maar? Ik heb zoiets van... Ik ga toch niet picknicken? Mm. Ik haal een pasta. Ja, dit gaat helemaal top. Het komt ook door de servetten. Ja, ik weet niet. Ik krijg een beetje zo'n vibe van... Dat ik denk... Really? Ik kan geen burgers eten. Ik ga het altijd mis.
Niemand kan een burger goed eten. Ik heb standaard dat ik altijd eerst de onderkant opeet. Op een of andere manier. Ja, sommige mensen die gaan hem ook helemaal ontleden. Voordat ze hem eten. Nee, dat is belachelijk. Oh, ja, dat vind ik ook nou, ik heb in een burgerrestaurant gewerkt. En ik vond dat een van de grootste irritaties ever. Als iemand dat deed. Ja, vraag toch gewoon bij voorbaat al van... Ik wil geen slaan, ik wil geen tomaat. In plaats van dat je dan heel je burger gaat ontleden. Waarbij ze ontzettend ons best op hadden gedaan. Vind ik echt, ja, okay. Dat is echt lelijk gewoon. Ja, oké. Okay. Maar ja, hun betalen. Mm. Denk ik dan ook wel. Ze betalen dan zelfs extra voor die tomaat en die sla die ze ernaast leggen. Maar wat? Waarom? Als je van tevoren had gezegd, ik wil dat niet, dan had je gewoon minder betaald. Ah, ik ga stuk. Ja, domme mensen. Oeh. Had je dan ook altijd burgers? Daar? Ik had altijd frietjes of onion rings. Oh, daar heb je zin in. Onion rings. I love it. Ik vind het echt heel lekker. Ik ook. En ik schrok echt van die spinaziegeur. Ik dacht, maar er zit geen spinazie in, toch? Wel. Ik denk het wel. Ik heb ook een beetje aan de zijkant gelegd. Hmm. Want ik dacht, I don't know. Jij hebt geen makbangs op je kanaal, hè? Mm-hmm. Waarom niet? Geen idee. Ooit. Morgen. Ik zou denk ik wel gewoon lekker gaan op jou. Gewoon lekker etende. Chillende. Ja, zo. Morgen. Gaan we er morgen één opnemen? Misschien. Voor jouw kanaal? Ja. Oh, leuk. Mm-hmm. Is goed. Kijken, wat gaan we eten? Ontbijt. Oh ja, ontbijt wil je doen. Maar wel goed ontbijt. Ik wou ook ooit een ontbijt makbang doen. Maar die was mislukt. Hey, zullen we anders gewoon heel grafisch even exposen? We beginnen bij... We beginnen bij... Nee, nu, nee, dus gaat hem niet in. Echt niet. Dat is een grapje. Dit komt me echt niet. Oh my god. De vorige keer zijn we echt samen in slaap gevallen. Dat was zo handjes lief. Handjes vasthouden. Wij waren echt twee ottertjes die naast elkaar lagen. Ja. En ik was jou ook echt aan het ophypen. Zo van, you amazing, you strong. I love you so much. You independent, bla bla. As I do. Die bullshit die ik altijd gooi. Ja, sowieso. Ik vind het wel echt jammer dat Dani niet kon komen. We zouden eigenlijk met een soort van onze grafische same squad afspreken. Ja. Maar Dani moest werken. Dus die is nu aan het werk. Kut Dani. Is goed. Nee, we houden van je en we missen je. Ik was deze zaterdag, was ik hier vlakbij. In een waarom studeer je mij geen bar? Waarom studeer je mij geen locatie? Omdat je nooit uit wil gaan. Mm. Je stuurt toch altijd locatie als je in de buurt bent? Ja, meestal. Dat doe ik echt altijd. Ik was toen met Chris en we moesten de dag erna om 6:30 ons bed uit. Dus maar weet je hoe vaak ik hier langs ben gekomen met de Bobbus? Met de Bobbus? En ik doe het ook niet altijd meer. Mm. Dat ik... Wist je dat Bobbus een Rotterdams ding is? Al die Amsterdammers waar ik nu mee omga, die zitten... Wat is een Bobbus? Ik zeg een nachtbus. Ik ken het ook niet hoor. Ja, zie je? Ja, maar ik ben nog nooit met een Bobbus geweest. Ja, nee? Nee. Ja, die heb je ook nooit nodig gehad. Nee. Net zoals een fiets. Die heb ik ook niet. Wel in waar je woont. Oké, okay, mijn pasta is op, dus ik... Oh, jou ook. Ik vind jouw nagelsaus heel mooi. Thanks, acryl. Maar ik wou dus dat het... Kijk, in dit licht is het wel een soort van paars. Maar het ziet er heel vaak heel roze uit. Hmm. En ik wou het dus eigenlijk paars. Dus dat vond ik een beetje jammer. Maar ja, wat doe je eraan? Helemaal niks. Ik vind het te groot eigenlijk. Ik vind het wel heftig hoor. Want de hele binnenkant is aardappel. Ik had zoiets van... Zit jij nou gewoon alleen maar rozemarijn te bikken? Ja. Dat wil ik ook. Ja, wil ik ook. Ik ga je missen. Ga je me missen? Ja. Ik weet helemaal niet hoe lang ik wegga, hè. Ik verwacht je over 3 weken weer terug. Ja? Dat was een grapje, maar als in... Dan mis je mij ook. Dus dan kom je terug. Oh ja, dan mis ik jou natuurlijk. Dan kom je natuurlijk terug. Ja. Nee, eerlijk? Mag ik een voorspelling doen? Ja.
Want Daphne's voorspellingen komen waar. Zijn altijd waar en komen uit. Tot nu toe zijn ze altijd uitgekomen. Ik heb een zesde zintuig. Mijn voorspelling... Jij gelooft niet in die shit, hè? Nee. Mag ik straks het toilet? Maar ook zij had... Nee, dat mag ik echt niet doen. Zij had van die kaarten gekocht. En ik zat meteen... Nee. Zo. Ik heb kaarten speciaal gelegd voor mijn school toen het niet zo goed ging. Ja. En toen stond erin dat ik heel veel succes ging krijgen. En het is gelukt. Het is allemaal uitgekomen. Ja, weet je wat het punt is? Ik geloof het. En dat maakt het eng. Maar ik weet nog niet ik weet nog niet van welke kant het is. Of het de goede kant is of... Ik geloof dat het de goede kant is. Ja, want je moet me er even over uitleggen. Want ik heb altijd alleen maar geluisterd naar mijn ouders. Ja, ik zal het je wel uitleggen. Maar... Dus, maar? Mijn voorspelling luidt als volgt. Oh, ja. Je blijft niet langer dan 3 maanden in China. Oké. Okay. En ik denk dat je daarna in ieder geval terugkomt naar Nederland. Maar dat je daarna wel nog een keer weggaat. Maar misschien niet per se naar China. Maar ik denk dat je tussendoor wel terugkomt naar Nederland. Ik denk dat je na 3 maanden sowieso terugkomt. Omdat? Omdat? De cultuurschok te groot gaat zijn, zelfs voor jou. Zelfs voor mij? Ja, en dat zegt wel wat. Dat zegt wel wat. Ja. En omdat ze daar natuurlijk geen pasta pesto verkopen. Ik denk dat dat het woord. Dat het daarom is. Ja. Cultuurschok, bon. Bol. Maar geen pasta pesto. Ja, dat is, wel erg. Dat is wel heel erg. Ik weet echt niet of ik dat... Dus... Afkloppen? Wat nee, is dit? Dat was gewoon zo... Dat is mijn voorspelling. Oké. Okay. Deze... Maar jij... minstens 3 maanden. Dat sowieso. Maar ik weet niet of het langer gaat zijn dan dat. Oké. Okay. Ik denk wel oprecht. Dat je nog terug gaat. Of dat je naar een ander land gaat. Sorry, ik ga sowieso naar een ander land. Maar je komt na 3 maanden kom je even terug. Dat weet ik zeker. En 3 maanden is lang. Vergis je niet. Jullie hebben het als eerste gehoord hier. Volg mij. Dan kom je erachter of het zo gaat zijn. Ja of nee. Zal ik gewoon een spiritueel kanaal beginnen? Waarin ik gewoon... Oh, maar het moet je doen. Ik volg het niet, maar moet je doen. Nee, weet je wat het is met mij en dat soort dingen? Het is echt bij mij erin geslagen een soort van. En ik kom er ook wel steeds vaker achter dat sommige dingen die mij verteld zijn meer vooroordelen zijn. Wow. Dat het meer vooroordelen zijn dan dat het echt zo is. Snap je? Mm-hmm. Dus dat het nu mijn vooroordeel is als jij met die kaarten loopt. Dat ik meteen zit van no. Terwijl het misschien wel een soort van iets kan zijn. En leg ze straks uit. Jongens, vond je dit nou een leuke video? Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal door je te joinen bij de Lola Squad. Maak de rode knop hier beneden even grijs. Wauw, dat kwam er goed uit. Je wilde groen zeggen. Ik wou groen zeggen. Ik zei toch, ik heb altijd volg gelijk. Daphne ook even op haar kanaal, want ze maakt hele leuke video's. En ik zie jullie snel weer in mijn volgende video. Bye!